voorstellen. Leuk dat jullie kijken. Ik heet Ilse Forstemos en ik ga exposeren in de tuinkamer. Graag wil ik iets over mijn beelden vertellen. Ik heb op een gegeven moment een materiaal ontwikkeld waar ik beeldjes mee kon maken. Want ik zat op een kleine ruimte en ik wilde graag iets doen. En toen ben ik eigenlijk begonnen met dit soort kleine beeldjes. En eigenlijk ook allemaal met materiaal wat ik vond. Al het ijzerwerk, dat kon zijn van spaken, wasrekjes. Alles wat ik vond bij de vuilnisbak, hoe gek het klinkt, kon ik gebruiken voor mijn beeldjes. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een tafelpoot heb ik gepakt en die ben ik mee naar de zagerij gegaan. En die heb ik in stukken laten zagen. En vanuit die tafelpoot ben ik dit beeldje gaan opbouwen. En hier zitten bijvoorbeeld spaken van wielen, want ik had stevig ijzerdraad had ik nodig. Dat zijn van die klossen, ook ijzerdraad. Dus ik werkte heel veel met ijzerdraad. En met zelf hardende klei. Ik had geen oven, dus ik moest met zelf drogende klei gaan beginnen. Alles wat ik eigenlijk tegenkwam aan ijzer verwerkte ik in mijn beelden. Toen had ik heel veel van dit soort kleine beeldjes had ik gemaakt. En die stonden dan op mijn schappen. En heerlijk. Ik maakte gewoon per week zo'n klein beeldje. Maar toen had toch een vriendin van mij, die had die beeldjes gezien. En die zei van, nou, daar moet je echt iets mee gaan doen, want dit is zo mooi wat je maakt. En je hebt daar zoveel emotie in gelegd. Ik zou het jammer vinden als je hier niets mee doet. Toen heeft zij iemand benaderd en die belde mij op van een grote kunstgalerie. En die belde mij op en die vroeg of ze in mijn atelier mocht komen kijken. Nou, daar werd ik best wel zenuwachtig van, want ik had helemaal geen atelier. Dit maakte ik aan de eettafel. Maar toch heb ik een afspraak gemaakt en ik heb wat beeldjes op de eettafel gezet. En ik merkte snel dat zij was erg onder de indruk van hetgeen wat ik maakte. Uiteindelijk hebben zij die kleine beeldjes hebben zij in de collectie opgenomen. Op een gegeven moment had ik de tafelpoten had ik wel gehad en ik wilde toch wel iets groter gaan werken. En dus je ziet ook, de poten zijn langer, dus ja, de spaken wat langer houden. Ik begin dus eigenlijk altijd vanuit de sokkel. Dat werkt voor mij het makkelijkste en dat is eigenlijk niet heel gebruikelijk, hoorde ik laatst. Maar ik ga dan, zet ik in de sokkels en dan begin ik met de klei die ik gebruik, de zelfdrogende klei. En dan ga ik het ijzerwerk erin verwerken, want anders zou zo'n beeld natuurlijk zo meteen in elkaar zakken. En wat voor mij gewoon heel leuk is en wat ik daar wel een beetje speciaal in ben, ze zeggen dat ik de enige ben in Nederland die zo werkt, is dat ik probeer ook om het een beetje open te laten. Dat het, het beeld is vergankelijk, een dier is vergankelijk, een mens is vergankelijk. En dat wil ik een beetje uitstralen in de beelden die ik doe. Maar het leuke is dat ik eigenlijk, doordat ik dit al deze grootte ben gaan doen, wilde ik eigenlijk steeds groter gaan werken. En op dit moment ben ik thuis met een heel groot hert bezig. En die is heel veel werk, maar dat vind ik heel fijn om te doen. Moet ook heel lang drogen. Want omdat het niet in de oven gaat, heeft het heel veel droogtijd nodig voordat ik het eigenlijk echt pas kan afwerken. Het is voor mij een feestje om zo dit te mogen doen. Ik maak niet alleen dieren, ik vind het ook heel leuk om af en toe eens een hoofd te maken en die
ja, die kan ik dan op mijn manier, met hetzelfde manier werken, kan ik zo'n hoofd opbouwen. En dan begin ik meestal met een betonnen bal. En ik vind het wel heel leuk, dus vaak als ik ook naar een beurs of in de galerie, doe ik een combinatie van hoofden en de dieren die ik maak. Want ja, voor mij is het levende wezen, mensen, dieren, voor mij is het gewoon heel fijn om daar je emotie in te kunnen laten zien. Als je ook de hoofden van mij ziet, het zijn allemaal, de ene heeft een bredere kaaklijn, de andere heeft een grote neus. Het is allemaal, en het zijn hoofden die allemaal een andere uitdrukking hebben. En dat is voor mij heel belangrijk. En dat kan ik gewoon heel goed doen door middel van het kapsel of door... Het voor mij moet er gewoon iets geks bij zijn en dan ben ik tevreden. Maar het is zo zalig om te doen en zo... heerlijk om mijn spullen dan ook bij jullie neer te mogen zetten. En dan denk ik, oh mooi in zo'n omgeving. En ja, oh wat ziet het er eigenlijk weer mooi uit. En dan ben ik ook best wel een beetje trots op mezelf. En ook als ik op een beurs sta. En iedereen die zegt eindelijk weer eens wat anders, vernieuwend om te zien hoe jij werkt.